En ik met mensen leuke vragen beantwoord. Bijvoorbeeld Tijn of andere mensen. Goedemorgen, ik ben weer fris en fruitig en ik voel me net pet van eng. Ik heb echt heerlijk geslapen. Echt gewoon fucking chill. Het enige nadeel was dat er om 8 uur een boer het leuk vond om in mijn muur te porren. Waardoor ik zeg maar heel tijd wakker lag en heel tijd dus hoorde. Ik zat ook steeds naar boven te gaan en ik dacht dat hij door mijn muur heen zou gaan. Maar dat was niet het geval. Even één ding over gisteren nog van het schaatsen. Er is 370.000 euro opgehaald. Dat is echt heel veel geld. Ja, voor de strijd tegen lymfekanker. Dus dat is echt super leuk. En daar ben ik ook echt heel trots op. Ik ga nu even douchen en dan gaan Tijn en ik even kijken. Die is net gedoucht. Wat we gaan doen, want het is best lekker weer in deze zonnige stad. Dus ik denk dat we wel even de hoort op gaan. Ik heb even een eitje gemaakt. Hier, tadaa. Met ketchup. En we gaan zo even een drankje doen in de stad. Boris is ook gekomen. Dus dat is super leuk. Maar ik dacht, ik eet even wat. Ik vind het zo goed leuk. Nam, nam, nam. Boris gaat onze afwasmachine beter maken. Ai, dat is chill. Nou, dat broodje zit er ook weer in. En ik zat even boven net. Dus ik denk, ik ga mijn camera even pakken. We zijn even buiten gaan chillen op de dakterras. Het is nog wel een beetje koud, maar zo chill. Kijk hoe lekker die zitzak heb ik gepakt. Zo blij met de dakterras, jongens. Ze zijn hier aan het klussen, want er was lekkage geweest. Echt blij. Ik ben echt blij met de dakterras. Holy shit. Ik ben de vogels aan het voeren, jongens. Hoe is normaal? Ik wil dat ze dat vangen. Hoe leuk zijn al deze vogels? Oh, wat een vogels die boven mijn hoofd hebben. Ik ben met Lou. Lou heeft de kaarten van gisteren. En eten in mijn mond. En eten in de mond. En we lopen naar Joffers. En Tijn en Boris zijn zeg maar, op de scooter en hebben ons gedust. Dus wij zijn met een pakje tram gegaan. En die moeten ook nog 10 minuten lopen. Ja, en ik moet daar even inkomen. Maar op zich wil ik wel leren om met de tram te gaan. Ik vind het wel heel interessant en leuk. Maar ik moet het gewoon even leren. Dus ik zou zeggen, tot zo bij de Joffers. Nou, ze dachten dat ik geen trek meer had. Ik wil leren. Tijn. Dat heb jij, iets met kip. Ik heb grote kip met avocado. En ik heb carpaccio. En daar is Lou. En daar is Boer. En Sophie is ook aangeschoven. Hi. Hi. En ik ga nu eten. Lou laat even het hele servies flikkeren. Nee, ik liet 1 glas vallen. Waar was het nog? Nou, nee, je gaat zo veel, hè. Dat is zo lul. Nee, oh, dat vind ik het zielig. Wacht, ik moet het even zeggen. Eikel. Nou. Ik ben wel lekker thuis en wat ben ik denk je aan het maken? Kip! Ik ook weer, ik ben echt een huisvrouw. Tijn en Boer zitten op de bank en ik ga vandaag kip maken met krieltjes. Ik had net echt een vet zieke discussie met de jongens, want ik wou het dus niet kopen met dit voorgekruide shit. Want ik denk dat er allemaal zieke, slechte E-nummers en dingen in zitten. Maar goed, ze hebben me overgehaald. Ik heb gezegd, ik doe het 1 keer, daarna niet meer. Daar ging ze mee akkoord. Een komkommer eet ik erbij. En ben je wel blij dat je zelf de kip kocht? Knoflook met kruidenboter. Wel kip? Oh ja. En komkommer. Zo het even strijden. Wel plopkip eten, nee, geen aardappels met kruiden. Het is school, ouwe. Mm. Nee, het is plopkip, denk ik. Right. Mm. En Boris vindt het heel leuk om naar het eten te kijken, dat is echt honger. Ik heb nog bijna niks gegeten. Nu moet ik nog over. Dus, ja, weet ik. Ik ga het even maken en dan ga ik het eindresultaat nu laten zien. Chicken, chicken! Nou, dames en heren, het eindresultaat: aardappels, kip en komkommer. Ik zeg, eet smakelijk. Zo jongens, het eten is weer lekker op en dat was het weer leuk. Ik zit bol en bol vol. Die vogels maken een herrie, ik ben er helemaal gek van. Boer en Tijn zijn lekker aan het gamen. Call of Duty. Ik vond dat vroeger wel leuk, maar nu ben ik heb ik het een beetje verleerd. Ja, ik ga zo helemaal niks meer doen. Ik ga lekker in bed films kijken, denk ik. Maar ja, misschien even dit opruimen. Ik zit echt top te brabbelen, maar ik ga gewoon niks meer doen. Dus ik kan jullie ook niet zeg maar vertellen wat ik nog ga doen. Dus we gaan gewoon zien wat ik ga beleven in dit huis. Change of plans. Je kan dus nu op Facebook live gaan. En dat ga ik nu doen. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, heb ik dat dus al gedaan. Maar ja, ik vind het wel een superleuke manier om met jullie te communiceren. Dus ik ga dat nu doen. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Oké jongens, ik ben live. Ik vind het zo ongemakkelijk dit. We hebben 100 kijkers. Lekker bezig jongens. Ik ga nog eens wat aan, wil je ook? Nee, dat niet. Oh, dat is lief. Ja, dat vind ik heel lief. Dankjewel Sophie voor je compliment. En ik vind het heel belangrijk om... Ik vind het ook, lijkt me ook leuk als, ja, weet je, als je ergens een keer kan helpen of iets leuks lijkt om te helpen, moet je dat vooral doen, weet je. Er zijn genoeg dingen in de wereld aan de hand die gewoon niet zo leuk zijn. Ik vind als je een steentje kan bijdragen, dan is dat natuurlijk een hele kleine moeite. Mochten jullie dit soort video's leuk vinden om te kijken, livestreams van mij, waarin ik met mensen leuke vragen beantwoord, bijvoorbeeld Tijn of andere mensen. Ja, met Tijn elke keer een video opnemen, dat is natuurlijk geen fuck aan. Plus dat ik elke dag in die vlog zit. Nee, dat is niet, dat meen ik niet ofzo, hè. Nee, dat snap ik, maar ik snap wel dat het niet echt leuk is. Ik wil dat dus vaker gaan doen, maar doe dat even, dat ga ik op mijn pagina niet nog wilkens doen. Dus mocht je dit video's dus leuk vinden, laat daar even een vind ik leukje achter. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, dat is eigenlijk wat ik dus zeg. Oh jongens, de livestream is afgelopen. Ik vond het echt super leuk. Ik heb 360 reacties, 968 weergaven in een uur. Die hebben gekeken, dus daar ben ik echt super blij mee. Ik vind het super leuk dat jullie het leuk hebben meegedaan voor de mensen die hebben gezien. Ik ben echt van plan dit vaker te gaan doen. Tijn, vond jij het leuk? Ik vond het oprecht heel leuk. Ik vond het ook, ik wil echt eigenlijk nu weer gaan. Maar het is tijd om te gaan slapen, denk ik. Dus ik ga even kijken of ik iets leuks ervan kan bedenken. Want ik vond het oprecht echt heel leuk, kan niet vaak genoeg zeggen. Ja, ik ga lekker slapen. Ik ben dood en dood op. Het is toch wel best wel intens, want je echt een uur lang 100% moet zijn, want iedereen reacties blijft stellen en vragen, dus daardoor ben je zeg maar alleen maar aan het opletten. Ik ga dit even opruimen, want dat is ook wel zo slim. En daar ga ik mijn nest in. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken naar de livestream als je hebt gekeken. Sowieso bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen, fris en fruitig, om 4 uur bij een gloednieuwe video. En nu ga ik mijn werk in. Doei!